Ook dit jaar vierden wij kerstmis in onze Sint-Andrieskerk. De vier sterren op onze toren straalden naar alle windrichtingen. Ze werden ook gezien door onze Antwerpse televisiezender ATV, die het volgende verslag gaf in een nieuwsuitzending. Het is 11:30 en de gelovigen beginnen mondjesmaat de kerk binnen te komen. En iedereen heeft zijn of haar reden om naar de middernachtmis te komen. Omdat ik gehoord heb dat hier een hele leuke pastoor is en omdat dat toch een beetje de bedoeling is van kerstmis. Zou je het erg vinden, moest die traditie verdwijnen? Ja, toch wel een beetje. Ik vind het toch wel jammer dat er alleen nog maar pakjes geopend worden en dat de mensen een beetje vergeten waar het eigenlijk echt om draait. Pastor Rudy Mannaerts is dan ook een priester die zijn viering een modernere toets geeft. AC/DC, Luc de Vos of sms'jes naar de hemel, alles kan in zijn viering. Als hij van op zijn preekstoel zijn publiek toespreekt, kan je een speld horen vallen. Toch vindt Mannaerts niet dat hij anders is dan andere priesters. Al moet hij toegeven dat de tijden toch enigszins veranderd zijn. De mis zelf is een klassieke mis eigenlijk, maar de woordenschat is wel, denk ik, hoop ik, van deze tijd. Als Jezus in zijn tijd sprak, dan sprak hij in de taal die de mensen verstonden, uit het leven gegrepen. Natuurlijk, in zijn tijd was er nog geen computer, dan was het met schaapjes en met zaaien en met vissen. Ja, de mensen verstonden daar wat hij wou zeggen. Ja, kijk, de visserij is mij niet bekend, de landbouw zomaar in de verte. Dus ja, kijk, dan de PC en de rest, ja, dat is meer dan deze tijd, dus...
Maar die wijzen naar het oosten, wat was die hun beroep? Wat deden die? De wijzen uit het oosten, die vandaag op bezoek komen. Kijk eens wat er op hun hoofd staat. Maar ze arm of rijk? Rijk. Die hadden heel veel, heel veel, heel veel, heel veel centjes, ja. Ah ja, heel veel centjes. Anders kon ze niet op reis gaan, ja. Anders ook geen kroon op hun hoofd. Anders hadden ook geen extra parfum. Hm? Maar ze hadden ook heel veel. Wat doen jullie op Sint-Livis? Of elders? Ze hadden veel gestudeerd. Ah, wijze mensen. En wat hadden ze gestudeerd? Wiskunde. Rekenen. Ik weet niet of je dat graag doet, maar ja, word je slim van. En niet alleen wiskunde. Ze keken ook naar omhoog. Kijk eens naar omhoog. Wat staat er op het plafond van de kerk? Allemaal. Sterren, ja. Nu, die mensen die de sterren bestuderen, waarom deden ze dat vroeger? Dat was niet alleen om de dierenriem te vinden, met veel fantasie, maakten ze daar beestjes van, hè, of wat dan ook. In China zien ze daar een schildpad in, en bij ons zien ze daar dan de bruine beer in, maar het zijn dezelfde sterren. Maar met die sterren kan je ook de tijd meten. En die wijzen naar de oosten, dat waren ook leraars. Maar die zeiden, mijn vak van wiskunde en van sterrenkunde, dat is heel interessant, heel boeiend. Maar met kennis alleen ga je er niet komen. Er is nog iets meer dan kennis. Er is ook nog wijsheid. Levenswijsheid. En dat vind je niet alleen met coole gedachten. Dat vind je ook met liefde. En als je kennis en liefde kunt verbinden, en je hebt daar wat ervaring in, dan krijg je wijsheid. En nu was er iemand, vonden zij, die die wijsheid zo wist aan te bieden. En dat is, wie zijn de wijzen gaan bezoeken? Wie zijn de wijzen gaan bezoeken? Ja, en wie zijn ze gaan bezoeken? Jezus. Ja,